Yeah.
Welkom naar de wedstrijd tegen Hoek. Vandaag een interview met JJ Meijderis. JJ, wat was jullie plan tegen Hoek voor deze belangrijke wedstrijd vanmiddag? Nou, we gingen in ieder geval voor niet te verliezen. En ik denk dat we als team, als collectief dat prima gedaan hebben. En 1-1, ja, we hadden liever gewonnen, maar 1-1 is ik denk wel prima tegen een goed spelend Hoek. Dus, Nee, absoluut. We doen er goed mee voor de periode. Tweede plaats, dus dat is een goed uitgangspunt. Neem ons even mee naar de 17e minuut. Dat is toch wel het hoogtepunt van de wedstrijd, zeker voor jou. Ja, was, ik kreeg de bal aangespeeld en ik versnelde mijn eerste tegenstander. Toen kwam er nog een tegenstander die ook een actie. Toen een op een de keeper die vrij wild uitkwam en ik hem overheen kon stiften. Dus ja, prima goal en een lekkere voorsprong. Ja, dat was absoluut een prima goal. Die zien we graag, zulke doelpunten. De rest van de eerste helft. Nou ja, jammer, net voor rust maken ze nog 1-1. Ik weet niet of je daar nog bij betrokken was of dat je gezien hebt wat er precies gebeurde. Ja, ik stond wel in de 16, maar ja, het was een scrimmage en voor de neus van Mark en het was lastig. En ja, hij tikte hem van dichtbij binnen, zonder dat je na die 1-0 zo snel op 1-1 komt. Maar gelukkig pakken we ze ons goed en blijven we stabiel. En, ja. Ja, daarom de tweede helft ja, niet in de problemen geweest, ook niet heel veel kansen gehad. Over en weer wat speldenprikjes. Was misschien warm, ik weet niet of je daar nog last van hadden. Ja, het was vrij warm, maar vorige week was het ook vrij warm, dus op zich al wel gewend aan de warmte. En, ja, wat je zegt, speldenprikjes. En, alleen ik denk kans na die goal, die kopbal, dat is een goede kans voor hun. Maar voor de rest hebben we denk ik vrij weinig weggegeven. Ja, absoluut mee eens. Nog twee wedstrijden reguliere competitie. Volgende week tegen Argon, al een beetje... beeld bij Argon? Nou ja, ze is ver onderaan, maar die moeten we zeker niet onderschatten en gewoon die wedstrijd willen winnen. Een week erop FVA, die moet je ook gewoon winnen. Klaar. Ja, helemaal mee eens. We hopen dat jouw verblijf daardoor nog een paar wedstrijden wordt verlengd bij Sedoco. Ik wens je succes. Eet ze zo bij de barbecue en tot snel. Ja, dat gaan we zeker doen. Dankjewel.